een van de belangrijkste onderwerpen bij de verkiezingen, asiel en migratie. En het leek als thema heel lang het makkelijkste onderdeel van de formatie. Maar niets bleek deze week minder waar. Het zorgde voor behoorlijk wat irritatie in die formatie. Nieuwe week, nieuwe gesprekken. Genoeg reden om extra op te schieten. Maar om 3:30 staat PVV-leider Wilders op en vertrekt hij, boos. Ik ben klaar met concessies doen, ze moeten nu leveren. Is dat slecht nieuws of goed nieuws wat prima. Jullie betreft? Nee, dat hoort helemaal bij het onderhandelingsproces. Ik vond dat het er een beetje uitzag alsof het van tevoren bedacht was. Ik had het nuttiger gevonden als we even hadden doorgesproken over het onderwerp. Ik heb het ook niet van tevoren bedacht, maar ik was gewoon echt boos. Asiel is gewoon een heel belangrijk onderwerp voor de PVV. We gaan weer onderhandelen vandaag, laat ik het daarbij laten. De irritatie in de formatie neemt toe. Eerder deze week liep Wilders al boos weg en nu is er ergernis. Het begon allemaal met VVD'er van de Burg. Wat ik begrepen heb, is dat de 4 onderhandelaars hebben aangegeven dat er geen kabinet Wilders 1 komt. Eng mannetje die van de Burg. Tijd dat hij snel opkrast. Staatssecretaris die van Nederland één groot openbaar asielzoekerscentrum heeft gemaakt. Is het een ongepaste tweet? Ik word daar eerlijk gezegd wel een beetje moe van. Wat vindt u ervan? Ongepast. Anderen vinden het ongepast van u. Het zal me verder worst zijn. Dat is wat ik te zeggen heb. Dank u wel. Ja, aan tafel politiek verslaggever Nienke de Zoete en migratiewetenschapper Hein de Haas, die maandag dus aan die formatietafel zat waar Wilders wegliep. We gaan straks horen hoe je hem hebt weggejaagd, Hein. Maar ik wil even bij jou beginnen, Nienke. Want dit was me het weekje wel, zouden we kunnen zeggen. Ja. Vandaag is het vrijdag. Is er nieuwe informatie over hoe het met de formatie gaat? Nou ja, de formatie is er nog steeds. Dat is wat we kunnen zeggen. Maar hoe het er echt mee gaat, ik denk dat eigenlijk helemaal niemand dat precies weet. Want ja, je ziet eigenlijk een beetje verschillende realiteiten naast elkaar. Hè. Je ziet dat gekissebis. Mm-hmm. Nou, als je denkt, als je nog niet eens een formatie met elkaar kan managen, hoe moet je dan een land gaan besturen met elkaar? We horen dat aan tafel het er wel professioneler aan toe gaat. Ja, ik heb er nooit gezeten. Mm-hmm. Maar dat is in ieder geval wel het verhaal. Daar botst het wel flink op allerlei onderwerpen. Zeker niet alleen op migratie. Ook als het gaat over financiën of als het gaat over landbouw. Maar dat zijn wel professionele gesprekken. Ja, en daarnaast hebben we dan de informateurs. Die een beetje als de Iraakse minister van informatie in de Irak-oorlog de hele tijd zegt, nee hoor, er is niks aan de hand. Het gaat allemaal heel erg goed. En nee hoor, we boeken gestaag vooruitgang. Ja. En want die zeiden eigenlijk ook nog, hè, over dat, nou, wat we net zagen, Wilders die loopt de formatiekamer uit. Die zegt, soms heb je zo'n clash, heb je even nodig en dat zet het allemaal weer een beetje op scherp. Dat zou kunnen, want dat is natuurlijk, dat gebeurt op zich vaker in een formatie. En vorige week was Jesselkus weggelopen vanwege financiën. Caroline van der Plas is ook heel boos geworden over de landbouwplannen. En het is natuurlijk wel zo, we komen nu in het stadium waar er keuzes gemaakt moeten worden. Ja. En Wilders die vond dat misschien ook even nodig om een statement te maken. Dat kan helpen, maar als je ziet hoe dat dan allemaal gaat. Ja. Maar denk je dat dit voor de bühne is, omdat hij al zoveel weggegeven heeft, dat hij gewoon aan zijn kiezers nog even wil laten zien, oh ja, ik heb toch nog wel ruggengraat? Ja, aan de andere kant moet je dan natuurlijk vervolgens wel laten zien wat je met die acties binnenhaalt. Dus ik denk ook wel dat hij het echt meent. Dat hij langzamerhand denkt, kijk, hij wil gewoon dat er iets ruigs gebeurt op migratiegebied. Een grote ingreep. Een grote ingreep waarmee hij kan laten zien van dit gebeurt er omdat ik meeregeer. Maar ja, NSC zit ook aan tafel. En die wappert de hele tijd met de afspraken die al wel gemaakt zijn in het vorige stadium. Van we houden ons aan verdragen, we houden ons aan internationale afspraken. Maar en hebben die Europese verkiezingen er nog iets mee te maken? Dat die eraan zitten te komen, dat die zo fel is, denk je? Ik denk dat maakt wel natuurlijk dat het nog lastiger is om uit die campagnestand te komen. Ja. Zelf gaat hij bijvoorbeeld volgende week naar Hongarije om op een conferentie te praten waar Orbán ook spreekt. Nou, als je weet hoe de Hongaren omgaan met asielzoekers, dat is allemaal nog wel behoorlijk heftig. Die noemt hij zijn grote vriend. Ja. Dus hij heeft natuurlijk ook te maken, hij heeft wel geen partij en hij is ook wel een soort alleenheerser die bepaalt wat de PVV doet, maar hij heeft natuurlijk ook wel druk vanuit zijn Europese vrienden die ook wel zeggen, nou Wilders, als jij de grootste partij bent, waar kom je dan mee? Dan ga je hier toch niet allemaal zomaar mee akkoord? Nee, dat was zijn agenda. Nou was er nog een agenda en dat was de agenda dat jij was uitgenodigd, Hein, aan die formatietafel om te praten over immigratie en asiel. Hoe ben je daar eigenlijk terechtgekomen? Heb je gezegd, ik heb een boek geschreven. Ik ga jullie eens even vertellen hoe het zit.
Nee, ik heb een uitnodiging gekregen van het secretariaat van de informateurs. Dus van de, en of ik de formerende partijen wilde inlichten over migratietrends, oorzaken van migratie en hoe eventueel we meer grip op migratie kunnen krijgen. Aan die oproep heb ik gehoor gedaan. Ja. Was je blij met de uitnodiging? Ik denk dat het goed is dat op zich positief als mensen willen luisteren naar wat we weten uit de wetenschap, want dat gebeurt veel te weinig. Migratie is een heel erg emotioneel thema. Gaat vooral over wat we willen, maar heel weinig over hoe het er dan moet. Ja. En hoe realistisch vaak plannen zijn of hoe weinig realistisch plannen vaak zijn. Ja, Nienke die kan alleen maar gissen naar de sfeer aan tafel, maar hoe is dat als je erbij zit? Hoe is de sfeer aan tafel? Nou, op zich worden er wel vragen gesteld, gewoon inhoudelijke vragen van wat kan er niet, et cetera. Dus in die zin is het wel een zakelijke sfeer. Ik bedoel, ik ga niet uit de school klappen wat er allemaal precies gezegd wordt, maar het was wel, ik had wel het gevoel dat men wilde weten wat dan uit die migratiewetenschap, wat je kunt leren over wat je kunt doen. Hè? Want het grote woord tijdens de campagne was grip op migratie. Eigenlijk van links tot rechts. Hè? Dat is niet alleen maar de PVV. En dat ligt nu wel heel erg op tafel. Wat kunnen we daar dan aan doen? En waren dit echt de open vragen of voelde je al de soort partijagenda's erin door? Natuurlijk of stonden ze open? Natuurlijk hebben partijen hun eigen agenda's, maar dat is ook logisch. Maar ik bedoel, ik probeer gewoon in die zin gewoon de informatie te geven die ik kan geven en een eerlijk antwoord op vragen te geven. Ja. Ja. Grip op migratie. Dit boek heeft, je hebt eigenlijk 22 mythes ontrafeld als het gaat over migratie. En wat jij eigenlijk zegt is, we leven in een illusie. Want als er 22 mythes moeten worden doorgeprikt, dan hebben wij daar een helemaal verkeerd beeld van. Een politieke illusie, ja. Van links tot rechts worden er over migratie allerlei verhalen verteld die vaak ver van de realiteit afstaan. En het migratiedebat is eigenlijk van de realiteit losgezongen. En in veel opzichten zijn politici vastgedraaid in hun eigen fabeltjes over migratie. En het grootste probleem is denk ik de framing. De framing in pro-anti-termen. Want zo wordt het debat steeds gevoerd. Ja. En dat is een totaal onzinnige manier om over een fenomeen als migratie te praten. Je vraagt ook niet aan een econoom, bent u voor of tegen de economie? Zo zie je, dat vergelijk maak jij. Ja. Ja, en dat is een onzinnige manier om erover te praten. Want migratie is natuurlijk letterlijk van alle tijden. Het is er, het zal er ook zijn. De vraag is, hoe ga je daarmee om? Dan moet je dus eerst begrijpen, vandaar de titel van mijn boek, hoe migratie echt werkt. En dan kun je gaan praten. Ik wil X of Y met beleid en hoe doe ik dat dan? Maar het is ingewikkeld, het is niet simpel. Het idee van, ik zet even een grenshek neer, zo werkt het dus niet. Nee. Het is veel ingewikkelder. Je moet eens begrijpen, wat zijn eigenlijk de oorzaken van migratie? Die vraag is heel belangrijk. Want wil je er iets aan doen, meer, minder of anders, zul je eerst moeten begrijpen hoe het werkt. Ja. Hoe heeft migratie zich ontwikkeld? Wat zijn de oorzaken? En als je de oorzaken begrijpt, kun je misschien iets met beleid doen. Ja. Maar dat debat wordt bijna nooit gevoerd. En de vraag die eigenlijk nooit wordt gesteld, we hebben nu toch al een jaartje of 20, 30 politici die roepen, we moeten migratie aanpakken. Waarom is dat eigenlijk nooit gelukt? En die vraag wordt eigenlijk nooit gesteld. Zullen we eens naar een kaartje gaan kijken dat jij hebt meegenomen over hoe die migratie hoe die zich ontwikkelt? Ja. En dan zie je eigenlijk het moment dat het hier economisch goed gaat. Ja. Dat invloed heeft op de migratie. Deze is dat. Ja, nou, dit is een hele frappante. Dit is de openstaande vacatures in Nederland. En dat is de rode lijn. En de blauwe is netto migratie. Dus het aantal mensen dat naar Nederland komt, minus het aantal mensen dat teruggaat. Dat volgt elkaar bijna naadloos. En wat dit aantoont, is dat de sterke toename van migratie in Nederland over de laatste 15 jaar hoofdzakelijk door de toename van arbeidsmigratie komt. Ja. Asiel is maar 10% van alle immigratie in Nederland. En dat heeft ermee te maken dat die economie van Nederland als een tierenlier draait. En dat zie je in het algemeen. Als een economie goed draait, komen er veel migranten, zijn er veel vacatures. Als een economie slecht draait, niet. En vanuit dat opzicht is de allerbeste manier om migratie echt de kop in te drukken, de economie te gronden te richten. Ja. Maar dat is een ander goed punt in jouw boek. Hè? Als je dat wil, is de economie te gronden richten. Ik heb jou ook horen zeggen, je kan ook een voorbeeld nemen, bijvoorbeeld aan een land als Japan dat minder migratie heeft. Ja. Maar dan moet je bijvoorbeeld tot diep in de 70 moet je gaan werken. Dus dan moeten we allemaal langer aan de bak. Maar onze hele economie is toch ook bouwt toch op hele goedkope arbeidsmigranten die in de kassen en in de distributiecentra. Precies. Dus we hebben een economie. Enerzijds, we hebben een hele welvarende economie met veel arbeidstekorten. We hebben ook een hele liberale economie. Je kunt niet en die open markteconomie met die flexibele arbeidsmarkt hebben en veel minder immigranten. En zoals de Engelsen dat mooi zeggen, you can't have your cake and eat it too. Nee. Je kunt de kool en de geit niet sparen. Maar je kunt niet en het een en het ander willen. Zo gaat dat niet. Dit is al heel lang is dat in Nederland aan de hand. Ja. Dat weten al die partijen weten dit natuurlijk ook al. Ja. Dit is de manier waarop de economie draait. Ja. En toch wordt er de hele tijd in politieke campagnes, nou, we kunnen wel heel even gaan kijken hoe die campagnes eruit zagen, wordt er
bijna gedreigd over het toenemende aantal migranten en asielzoekers. Laten we even kijken hoe dat klinkt. Het probleem op dit moment in Nederland is dat er te veel mensen naar ons land komen. De instroom is te hoog en dat moet omlaag. Het is genoeg geweest. Nederland kan het niet meer aan. De werknemers die wij van andere Europese landen hier laten komen, willen we dat? En het antwoord van mij is eigenlijk nee. Dat is dus precies wat we zeggen. Meer woningen gebouwd voor arbeidsmigranten. Naar het aantal starters op de woningmarkt, daar gaat 33% naar statushouders. Het moet echt naar beneden. We hebben te veel mensen die naar ons land komen. En daardoor laten we Nederlanders in de steek. Omdat wij 24 miljard per jaar aan immigratie geven, geen geld hebben om het eigen risico af te schaffen. Als je elk jaar 130.000 mensen hebt, dan moet je elke 3-4 jaar een stad zo groot als Utrecht bouwen. Dat de immigratie en de asielinstroom wordt teruggedrongen. Dus dat zal absolute prioriteit hebben bij welke onderhandelingen dan ook. Ja, nou, iedereen die de verkiezingen een beetje gevolgd heeft, heeft zich doodgeschrokken van het enorme probleem van asiel en migratie. Hoe kijken jullie ernaar? Enorm opgeblazen. Alle ballen op asiel om de aandacht af te leiden van de echte oorzaak van toenemende migratie. En dat zijn die arbeidstekorten. Dus politici hebben een mond vol over meer grip op migratie. We hebben de juiste grip op migratie uit handen gegeven door die arbeidsmarkt zo te liberaliseren. Door allerlei soorten banen te creëren die alleen migranten nog willen doen. Dus wil je echt iets aan migratie doen, dan zul je die liberalisering moeten terugdraaien. Maar waarom dan dat rookgordijn? Het is heel aantrekkelijk. De asielzoeker is de ideale kop van jut, de ideale zondebok. Huizentekorten bijvoorbeeld, dat is een echt probleem. Ja. Nou, migratie... We hebben mensen zitten slapen. De overheid heeft zitten slapen. Te weinig huizen gebouwd. Maar dat is niet. Migratie heeft dat probleem niet veroorzaakt. Dat legt er misschien wel een beetje extra druk op. Maar het is heel handig voor politici om allerlei problemen die niet primair veroorzaakt worden door migratie, op migratie te gooien. Want dan hoef je niet te hervormen of hoef je eigenlijk niet de bal bij jezelf neer te leggen. En over asiel vind ik wel heel belangrijk om te vermelden dat asiel naar Nederland ongeveer 10-11% van de totale migratie is. Mm-hmm. En dat dat aandeel is afgenomen over de laatste decennia. En asielmigratie gaat eigenlijk als een pingpongballetje op en neer. En dat heeft met name te maken met conflicten en oorlog in herkomstlanden. En het is dus gewoon niet waar dat er een stijgende trend is van asielmigratie. Dat denken heel veel mensen. Het aandeel asiel... Nou ja, dat wordt ons ook verteld, toch? Ja, we denken het niet zomaar. Nee, maar het is dus niet zo. Er was nog een andere grafiek, ook in mijn boek, waar het staat. Het gaat echt op en neer. Ja, dit is een mooie internationale vluchtelingenstromen. En het heeft gewoon met conflicten te maken. Dus die piek die u ziet in 2015 is de Syrische burgeroorlog. En de laatste piek is Oekraïne. En gaat als je teruggaat in de tijd. Dus dat is gewoon, als er een conflict is, komen er meer vluchtelingen. En er is dus een heel vertoog nu over nep-asielzoekers. Ja, je hebt natuurlijk wel mensen die onterecht om een vluchtelingenstatus vragen. Daarom hebben we die procedures. Maar ja, vluchtelingenstromen hangen heel erg samen met conflicten. En het idee dat dat heel erg toeneemt. Ja, het laatste jaar hadden we inderdaad veel vluchtelingen. Mm-hmm. In het geval van Oekraïne. En qua klimaatvluchtelingen, want daar horen we ook heel veel over. Ja, dat is ook een broodje aap. Ja, ik geef je het boek vast mee. Ja. Alles wat ik dacht. Ik wil dat rechtzetten. Kijk, klimaatverandering is een heel groot probleem om dat te koppelen aan massamigratie. En dat zie je dus ook aan de linkerzijde, dat migratiespook wordt van stal gehaald. Hans van Amersfoort, voormalig hoogleraar geografie, die zei dat heel mooi vroeger. Door Nederland waart een migratiespook. In de jaren 90 zei hij dat al. En dat spook, dat hangt er nog steeds. Dus je ziet zowel aan de linker als aan de rechterkant dat er allerlei angstbeelden worden opgeroepen over massamigratie die wetenschappelijk niet ondersteund worden. Bijvoorbeeld klimaatverandering is een heel groot probleem. Maar het idee dat al die mensen dan hier terecht zouden komen, de meeste mensen blijven heel dicht bij huis. Migratie is heel erg duur. En dat betekent ook dat de armste mensen vaak helemaal niet zo ver bewegen. En de grootste zorgen moeten uitgaan aan de mensen die helemaal niet weg kunnen. Mm-hmm. En dat is heel veel wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. Maar we zien zowel aan rechterzijde zien we vaak die invasieretoriek. Mm-hmm. Ter linkerzijde zien we ook vaak dat cijfers worden opgeklopt om allerlei manieren, om allerlei redenen. Dus het echte beeld van migratie is een hele andere dan we krijgen. We hebben in Nederland... Ik wil heel even terug naar die formatietafel. Ja. Grip op migratie. Eigenlijk zit je daar aan tafel en dan zeg je van, jullie hebben dit spook al eindeloos lang door Nederland laten waren. Jullie maken het allemaal veel en veel te groot. Tuurlijk, er zijn nu woningen tekort. Maar als mensen niet meer komen, dan hebben we te veel vacatures. We hebben iets te weinig plekken voor asielzoekers. Ja. Die liggen in het gras bij Ter Apel en er is niet heel veel wil, of tenminste niet genoeg om ze op te vangen door Nederland. Wat zeg jij dan? Nou, er zijn ook echte problemen op dit moment. Er is een... Maar hoe los je die op? Zeg maar? Je zit met vier partijen die moeten op een gegeven moment samen denken. Goed idee, Hein. Heel dat kort, gaan we doen. Heel kort door de bocht. Asiel is een managementprobleem. We hebben niet voldoende buffercapaciteit in de opvang. We hebben dat te snel afgebouwd en daarom hebben we nu problemen. Arbeidsmigratie, natuurlijk zijn dat problemen. Ik zeg ook niet, als je die grafiek ziet, dat het alleen maar goed is. Maar als de politiek echt minder arbeidsmigratie wil, moeten ze die grip op de arbeidsmarkt weer terugnemen. Ja. En dat
de meeste leidende partijen in Nederland zijn voor de liberalisering. Mm-hmm. Dan zou je als overheid die uitzend- en wervingsbureaus weer beter moeten gaan controleren. Ja. Meer eisen aan werkgevers gaan stellen. Maar dat past niet binnen de ondernemersagenda. Nee, want als je dat zegt tegen de VVD, bij wijze van spreken, en je zegt die ondernemers moeten eigenlijk een beetje inkrimpen, want ze kunnen die werknemers niet meer uit het buitenland halen, dan is dat ook geen prettige boodschap. Nee, dat is ook geen prettige boodschap voor ondernemerspartijen. Dus de politiek is heel erg gespleten. Dezelfde politici die roepen minder migratie steunen een economische en arbeidsmarktagenda die alleen maar meer migranten aantrekt. Ja. Dus eigenlijk zit men in een onmogelijke spagaat. En bij welk gedeelte van je verhaal liep Wilders weg? Nou, niet terwijl ik daar zat. Oh. Ik was al. Nee, maar, nog even de duwt zat. Nee, maar ik denk wel dat er een pijnpunt is. Want kijk, dus arbeidsmigratie is duidelijk. Daar kun je wat aan doen door die arbeidsmarkt beter te reguleren. Ja. Niet dat je dat weg kunt denken. Kijk, dus elke welvarende economie trekt nou eenmaal mensen aan. Maar je zou dat best beter kunnen reguleren. Daar zou ik ook wel voor zijn als burger. Maar asiel hebben we eigenlijk alle mogelijkheden uitgeput, juridisch gezien, dat we kunnen. En ik weet niet wat daar gebeurd is. Ja, daar zit het natuurlijk in. Ja. Kijk, Wilders die wil natuurlijk ook dingen doen die juridisch eigenlijk niet kunnen. Mm-hmm. Ja. En een aantal partijen wil misschien best regels veranderen of proberen te veranderen, wat allemaal nog helemaal niet zo makkelijk is. Maar goed, in ieder geval daar een poging toe wagen. Maar Wilders die wil eigenlijk die grens opzoeken en over die grens. Mm-hmm. En die zegt bijvoorbeeld, ja, in België, hè, daar worden geloof ik alleenstaande mannen niet meer in AZC's opgevangen. Dat mag allemaal helemaal niet. Maar dat gebeurt gewoon. En die wil allemaal van zulk soort maatregelen om gewoon iets heel stevigs te doen. We gaan kijken of ze eruit komen. En we begrijpen dat Timmermans die loopt inmiddels warm voor als ze er allemaal niet uitkomen. Dus dat was in ieder geval ook nog het nieuws van deze week. Klopt, ja. Die zegt. Ja. Dat duurt natuurlijk ook best wel lang allemaal. Ja. En toch geloof ik dat nog steeds de wil daar is. Dat en in België duurt het meer dan 400 dagen. Dus we hebben nog even. Ik wil jullie heel erg danken voor dit gesprek. Dank je wel.